Dankzij VOC-dag zou niet door mogen gaan. Het TIPI-vredestentenkamp zou een vorm van racisme zijn. En in Hoorn beklagen de groep het standbeeld van J.P. Koen. Volgens de groep de massamoordenaar, verantwoordelijk voor koloniale terreur. Ja, ondanks de vele media-aandacht is de Grauwe Eeuw maar een heel kleine groep. Waarschijnlijk bestaat ze maar uit vier leden. Ja. Thank you.